Jochem Matthijs, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dit hadden we toch wel nodig. Ja. Dat het dan op bezoek bij AZ gebeurt, is het dan extra lekker? Ja, je gaat hier naartoe en dan je speelt tegen een team wat in vorm is, goed gaan voetballen. Dan is het wel lekker dat je wint. En ik denk vooral de manier waarop. Je begint heel goed. En daarna hebben we echt met z'n allen gevochten. Iedereen gooit zich voor de bal. En dan dwing je ook het stukje geluk af wat je op een gegeven moment hebt. En al met al, dat voelt heel lekker. Ja. Je zegt op een gegeven moment, we gooien ons allemaal voor de bal. Er was op een gegeven moment een actie van AZ waarop goal geschoten werd. En jullie gingen echt met z'n drieën bijna als een soort muur voor die bal liggen. Ja, maar ik denk dat altijd moet. Je weet dat je als je 2-0 voor staat, dan gaat de tweede helft heel lastig. Ze gaan 1-1 spelen en dan moet je er gewoon alles voor doen. En als je dan voor moet gooien, dan gooi je er maar voor. Het maakt niet uit hoe je het doet. Als je de bal maar tegenhoudt. En wat de vrije trap en de bal van Weghorst op de lat. En daar zit het mee, maar voor de rest, we gooiden ons echt met z'n allen voor de bal. En dat hoort eigenlijk elke week zo te zijn. Wat me ook opviel aan jouw persoonlijke wedstrijd vandaag. Je speelde tegenover Wout Weghorst, wat een lastige speler is om tegen te spelen. Maar behalve die bal op de lat, hebben we hem bijna niet gezien. Nee, ja, je moet, kijk, eerlijk is eerlijk. Complimentje, hè? Ja, nee, zeker. Kijk, het is een goede spits. En je gaat erin en je doet je best. En net als elke week. En dat het dan goed gaat vandaag, dat is persoonlijk ook fijn. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, samen met Wout hebben we het heel goed gedaan. Vooral de eerste helft. En dat is zomaar maar een lekker gevoel, ja. We komen al heel vroeg op 2-0. Binnen 8 minuten zijn jullie al met 2-0 voorsprong. 2 strafschoppen. Hadden jullie vanaf dat moment ook gelijk het idee van, ja, dit kan wel eens onze dag worden? Nou, ik denk dat we het eerste half uur dwing je eigenlijk meer af dan alleen die 2 doelpunten. Misschien moet je er nog wel eentje bij schieten. Maar ik denk 2-0 is een heel goed gevoel en dat geeft ook vertrouwen. En daarna weet je dat het lastig wordt. En op een gegeven moment, ik wil niet zeggen overleven, maar het is wel alles aan het doen om geen tegengoal te krijgen. En dat is gelukt. Je zegt ook dat is goed voor het vertrouwen. Merkte je na de afgelopen periode dat dat minder was? Nee, we wisten absoluut wat we ook van elkaar konden verwachten. Alleen de ballen vielen er of niet in. Of we kregen hem ongelukkig tegen. En uiteindelijk is dat allemaal je eigen schuld. En vandaag dwing je het gewoon af door in het begin veld te beginnen. Je durft druk naar voren te zetten. Je zorgt eigenlijk voor dat hun fouten gaan maken. En die hebben we goed afgestraft. En het is niet zo dat we het vertrouwen in elkaar verloren. Maar we hebben natuurlijk je verlies van Vitesse en 2 keer van Heerenveen. Dan is het toch wel lekker als je weer een wedstrijd wint. Ja, nou kan je van die ploegen verliezen. Hè? Dat is helemaal geen schande. Maar als je dan hier wint bij AZ, dan is dat wel weer extra lekker. Ploeg in vorm. Maar ik denk de manier waarop je hem verliest, de wedstrijd hiervoor, dat is heel zuur en dat heb je gewoon allemaal aan jezelf te danken. En dat is gewoon een heel naar gevoel. En als je dan vandaag, al is het tegen de, het was de, kon de nummer 1 worden van Nederland, ploeg in vorm kan goed voetballen als je het dan doet. Dat is misschien wel extra lekker, alleen ik denk dat het de wedstrijd hiervoor ook in had gezeten als je eigenlijk begint zoals vandaag en dat heel de wedstrijd volhoudt.